Welkom bij een andere aflevering van Sanatori. In deze aflevering zullen we het hebben over de kwestie OKB-NPS. We praten hierover met meester Jennifer van Dijk-Silos. Het onafhankelijk kiesbureau OKB speelt een cruciale rol in het waarborgen van democratische processen in Suriname. Er is een meningsverschil tussen het OKB en de politieke partij NPS ontstaan over de herregistratie van de partij. Het OKB stelt dat de statuten van de NPS niet voldoen. Herregistratie kan pas als de statuten zijn aangepast. De NPS vindt dat het OKB de statuten van de partij niet mag toetsen en is naar de rechter gestapt. Mevrouw Silas, welkom in het programma. Ja, goedemorgen. Kunt u ons uitleggen waarom uh, politieke partijen getoetst moeten worden door het OKB? Oké, okay, er is wetgeving. Ons verkiezingsstelsel is een partijenstelsel. En daardoor heb je politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen en niet individuele personen. En um, onze democratische beleving vindt via de politieke partijen plaats. Het volk stemt op politieke partijen. En die politieke partijen moeten natuurlijk gereguleerd worden. daarvoor is er wetgeving. Uh, de kiesregeling is er, het decreet politieke organisaties is er specifiek. En er wordt aangegeven waaraan een politieke partij moet voldoen. Wat in haar statuten moet staan. Uh, hoe het OKB uh, te werk moet gaan bij de registratie van de politieke partijen. Want politieke partijen die niet zijn geregistreerd bij het OKB, kunnen niet deelnemen aan de verkiezingen. En um, daarom hebben ze ook in de verkiezingen een bewijs van inschrijving nodig uit ons register. Want uh, bij die wijziging is het ook zo dat uh, de registratie vervalt als je twee verkiezingen niet hebt deelgenomen. Dus vandaar dat er bepaalde regels zijn om te waarborgen dat de politieke partijen die deelnemen, terecht deelnemen en conform de wetgeving deelnemen. En hoe vindt de registratie plaats? Ze moeten hun documenten aanbieden en dan wordt dat gecheckt. Dat is het huishoudelijk reglement, noem maar op. Volmachten besluiten die in de ALV zijn genomen met betrekking tot de registratie. Dus dat is het ja, en voor meer duidelijkheid, waarom moeten partijen zich uh, um, weer herregistreren uh, nadat ze al geregistreerd zijn? In de wet, de eerste wet om het zo te zeggen, uh, is staat dus dat registratie eenmalig is. Verder was dat niet geregeld. Toen uh, zei, is men gaan evalueren, ook uit klachten van OKB, je merkt dat er dingen echt werken als wetgeving, 20 jaar voor bestaan en men niet meer naar kijkt. En hier heeft men dus in 2019 een wijziging doorgevoerd. En een van de onderdelen van die wijziging is uh, dat als je um, bleek dat je je statuten of je huishoudelijk reglement hebt gewijzigd, je opnieuw moet registreren. Dat staat in de wet. En verder is, zegt die wet ook: dat is ook een hele mooie wijziging, want er waren partijen die al. 18, 20 jaar bestaan met niet deelnemen aan de verkiezingen. En als je twee verkiezingen achter elkaar niet hebt deelgenomen... ...dat je registratie vervalt. Dus dan word je uit het register gehaald. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen van 2019. Dus ik begrijp uit de pers nogmaals... ...ik heb geen interne informatie... ...nog van de NPS, nog van OKB... Wat ik ervan weet is wat ik volg. En de wijze waarop het in de pers zal komen een paar maanden geleden, kan je vrij goed volgen. En uh, begreep ik dus dat uh, uh, in de statuten van de NPS een manco zal zijn. En ik denk dat het meningsverschil daarover gaat. En u heeft het over deze meningsverschil. En hoe kijkt u hiernaar? Wat is uw mening hierover? Nou, als ik de pers moet geloven, vindt uh, het OKB dat ze op grond van artikel 2 dat ze de statuten mogen toetsen. Het OKB onder mijn leiding die, uh, heeft artikel 7 gehanteerd steeds. En artikel 2 hebben wij toen geïnterpreteerd als de zijn een taak van justitie en de president. Want zij, moeten, zij keuren die statuten goed om na te gaan of ze voldoen. Ik kan me nog herinneren dat ik in de tijd ook een memo had geschreven naar uh, justitie en politie, ik weet niet meer bij welke of 2010 is geweest of zo. dat men uh, niet alleen BW het burgerlijk wetboek moet gebruiken, maar omdat het om politieke partijen gaat, dat ze de decreet op moeten trekken wat in de statuten moet staan. En uh, omdat wij daarmee werden geconfronteerd toen, al, dus bij regissage, want het register bestaat niet zo lang, de dus statuten dus niet klopte met politiek de uh, 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 politieke organisaties. En we voelden ons niet bevoegd, en dat vind ik tot nu toe ook, uh, niet bevoegd om verder te gaan dan de toetsingsopdracht die de wetgever aan OKB uitdrukkelijk geeft. Want als die wetgever verder wilde gaan, had hij daar ook genoemd in artikel 7. En dus ook heeft al die jaren steeds getoetst op artikel 7, waarin staat waarop we moeten letten, wanneer we moeten afwijzen, wanneer er moet worden goedgekeurd en de procedure moet verder gaan. Dus uh, ik kan me even voorstellen dat NPS uh, daar even van schrikt. Ik weet niet hoe ze het verder hebben aangepakt, want ik had meneer Pichot vorige week via ABC gehoord waaruit bleek ze dat ze de statuten wel hebben aangepast. Dus eigenlijk weet ik nou niet, wat is dat nu het, het rechtsgeschil? Wat is dat nu het probleem? Is het een starde houding van OKB of is het een, een, een houding van NPS? Ik weet het niet. Omdat ik meneer Pichot heb horen zeggen we zijn op sporen. dat snapte ik ook niet helemaal wat hij bedoelde met twee sporen, um, dus ik kan daar niet zoveel over zeggen. Maar ik zeg, als je statuten, als de statuten inderdaad gewijzigd zijn, en, en alles conform de wet is nu, dan heb je wel een kees om naar de rechter te gaan om te zeggen OKB wil nog steeds registreren. Dus ik, ik weet te weinig wat er aan de hand is. Maar ik kan me voorstellen dat als je statuut hebt gewezen en je biedt het weer de registratie aan, dat je naar de, dat je naar de rechter gaat en OKB vindt ze doen het niet. Dus wat ik heb de voorzitter van OKB moet ook op de radio geweest, maar ik heb niet naar die geluisterd. Ik U gaf zelfs aan um, OKB onder uw leiding. U bent jarenlang lid geweest van het OKB en zelfs voorzitter. Um, er was ook een kwestie waarbij in 2015 uh, de politieke partij Stree uh, niet geregistreerd was. Nee, maar Stree had niet alle documenten. Dus Stree moest die dingen in orde gaan maken. Stree wilde vooruit iets doen. Ik zei: nee, dat kunnen we niet. Wat je moet indienen, zijn dit, dit, dit. Dat staat in de wet. Dus ik heb toen Maïsa uitgelegd. U zegt dat u niet zoveel op de hoogte bent uh, van de kwestie van NVS en OKB. En, um, denk... ik, ben niet van, ik ben niet concreet van de inhoud op de hoogte. Dat is een verschil. Ik weet wel wat er speelt, dat haal ik uit de pers. En uh, daarom praat ik in veronderstellingen. Als ze het gewezen hebben conform de wet, moet daarmee mening OKB, de partij registreren. Daar zijn ze gemoet, tegemoet gekomen aan een eis van OKB, zeg ik. Maar ik zeg alleen maar ook, in mijn tijd deden we die inhoud zo inhoudelijk niet. Omdat die taak niet, niet uitdrukkelijk is toegewezen aan OKB. zo maar wat mooi zijn als je, als je zomaar taken naar je toe trekt. Dat brengt ook rechtsonzekerheid. Maar ik denk fundamentalistisch over het recht. Dus, dus onder mijn leiding kan die redenering wel. En de andere juristen die er nu ook in zitten, hebben toen niets gezegd. Dus ik neem aan dat ze toen overtuigd waren en nu weer een andere overtuiging hebben. Dus zo fundamentalistisch was het ook niet voor hun zou ik zo zeggen. Want er zijn zeker drie juristen die er al zaten, die nu ook weer erin zitten. En deze twee zaken verschillen wel, dat van 3 en NPS? Bij 3 wat ik me kan herinneren, was een andere ding. Had iets te maken met de inhoud van de statuta. Er waren documenten niet in orde. Want uh, 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 de tweede politieke organisatie geeft uitdrukkelijk aan in artikel 7 van wat ze moeten overleggen. En ze niet alles hier. Je moet bijvoorbeeld besluiten overleggen. Van je ALV, waarin is besloten dat je de verkiezing ingaat, waarin is besloten dat je moet gaan registreren. Weet je? Dus uh, dat soort dingen Ja, mensen, legt u voor de samenleving de rol van het OKB uit uh, uh, in de verkiezingen van 25 mei 2025. Oké, okay, als we naar de kiesregeling kijken, artikel 1. Dan zie je dus dat er een onafhankelijk kiesbureau is, die toezicht, die toezicht houdt op de verkiezingen. En, en die moet de uitslag binnen verklaren, artikel 1. Dan is er een artikel 2. Twee dacht ik of drie, hoort, oh, maar nu houd ik verder op. is aangegeven de taken, dingen die OKB expliciet moet doen, zoals het uh, kiesregister uh, controleren op haar juistheid. Uh, dat is een taak die je jaarlijks doet en ik had altijd zo nu de verkiezingen komen, dat zou ik, als ik daar was, was het kiesregister van dit jaar al twee keer gecheckt. Dan zou ik januari kijken, maart kijken, april kijken. Gewoon om, gewoon om die vloot te volgen van correcties en dergelijke. Ik weet niet wat hun planning is, maar dat was mijn stijl. En, uh, en dat is het ook dat ze je aangeven. En, en hoe ziet het toezicht eruit? Je houdt toezicht op eigenlijk de organisatie. Dat wil zeggen, Binnenlandse Zaken met haar hoofdzembureaus en, en zo. Of ze de procedure die de wet, wet aangeeft, kiesbesluit, kiesregeling, of die correct gevolgd worden. Je kijkt ook naar de organisatie, hoe er is georganiseerd, hoe transparant is er. Hebben ze rekening gehouden met de checks en balances qua multi etniciteit van dit land, qua zoveel politieke kleuren die we hebben. Zodat je geen van tevoren doegedoe krijgt onder het volk dat ze niet gekend zijn. Dus ergens heb je ook een hele maatschappelijke plicht. En eigenlijk, in um, en, en die wet is ook aangegeven welke maatregelen je kan treffen als iets uh, niet correct is. En um, waarmee je ook een tool hebt om zaken die niet terecht toegaan een stop te zetten. En dat is een paar keer gebeurd. Ook niet alleen onder mijn leiding, ook onder Sam en uh, bij Sampalaan is het ook nog een keer gebeurd dat de verkiezing in in niet bindend werd verklaard. Vanwege het ontdekken van een fraude toestand bij het tellen. En uh, bij mij is één of twee keer gebeurd dat ik de telling op Oost en gestopt heb. In 2020 heb ik Paramaribo gestopt en hertelling gelaten. Dat doe je. Onder andere hebben wij ook vaker meegemaakt dat we wat stembureaus betreft hertellen. En uh, dan maak je de boel open, het uh, per personeel is er, dan gaan ze opnieuw tellen met de politieke partijen als getuige. Dat zijn maatregelen die je neemt als je gereden twijfel hebt aan de uitkomst. En op basis van de rapportages die je binnenkrijgt van je toezichthouders, want ik had het systeem, ik weet niet of zij het nu ook gaan doen. Elk bureau had een toezichthouder, het bureau had een aantal, overal waren er toezichthouders. En om je een idee te geven om hoeveel mensen het gaat. In 2020 had ik uh, bijkans 930 toezichthouders. Over de gehele linie. En daardoor kreeg je ook hele goede rapportages binnen. En dan kan je dus op basis van jouw bevoegdheden maatregelen treffen. In 2020 heb ik iets gedaan waarvan ik dacht, moet ik het doen, moet ik het niet doen? Maar als je toezicht houdt op de verkiezingen, is het ook je taak om te kijken hoe de organisatie omgaat met het bekendmaken van het resultaat. En als je goed kan herinneren, bleef het resultaat dagen weg. En toen heb ik binnen OKB gezegd, behoort niet letterlijk tot onze taak, maar we houden wel toezicht, het staat niet in de wet. Onze toezichthouders moeten foto's maken van elk procesverbouw dat opgehangen wordt. Dus wat publiek gemaakt wordt. Al die foto's moeten naar OKB geappt worden, want dan gaan we het archiveren. Ik heb toen een ICT-bedrijf um, uh, ingeschakeld, nee, een jongen. Ik heb iemand gevraagd die op topniveau is. Ik zeg, kan je het doen? Het moet snel. Want intussen is het roerig in de samenleving. Het was drama. Alles maar het pakket, geldt, het Attencio geldt, iedereen schreeuwt, politieke partijen gillen. Ik zeg, wij moeten die rust brengen. Wij zijn het enige orgaan die die rust kan brengen, omdat we alle, alle resultaten hebben van alle stembureaus. Dus die hebben we hebben dagen, twee nachten, heerlijk, ik versta niet, waarom ik was net daar. Want hij moest, hij moest een, een klankbord hebben, hij heeft het programma gemaakt en alles was op de website en toen werd het rustig. Hebben we alle uitslagen van alle resorten en districten bams op onze website gegooid? Binnen twee dagen terwijl Binnenlandse Zaken geen uitslag had. En u haalde het ministerie van Binnenlandse Zaken aan. Tot slot nog deze vraag. Um, we zien dat een minister recent heeft bedankt. Een minister van Binnenlandse Zaken. Nu niet minister uh, van AWE, waar uh, uh, Welke invloed kan dit hebben op uh, de taken van het OKB? Dus ik hoop uh, dat OKB niets. Maar ik hoop dat alle instituten, en met name het OKB, is het instituut dat haar stem al had moeten laten horen bij de president. Dat het niet kan dat zes maanden voor de verkiezingen de organisatie met een vacuüm zit. En dan gaat, gaat iedereen gillen, ze overdrijft. Er is geen vacuüm, want er is een ad interim. Maar de ad interim is er niet om verkiezingen te organiseren, die is er om de zaak. Dat er maar een minister daar zit die een paar dingen kan tekenen, beschikkingen, weet ik veel. Je moet, je moet werkelijk die, die, die dedicated minister voor de verkiezingen moeten hebben. De organisatie, hoe klein dit land ook is, maar het zijn wel de nationale verkiezingen. En dat is in elk land een, een drama om te organiseren. Ook voor Suriname, die een klein. Kiezerspopulatie hier. En, en dat betekent dat allerlei dingen in place moeten zijn enzovoort. Zo heb ik dit gehoord van meester Jennifer van Dijk Silas, met wie we gesproken hebben over de kwestie OKB, NPS en ook over de verkiezingen. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Sanatori. Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp dat u via ons wil belichten? Stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816 en vergeet niet onze socials te volgen. Tori, Snel, scherp, altijd bij de tijd.